Hallo allemaal, ik ben Heupelvast, Donnie West. En welkom bij deze Easy Mod for the Strive. Goed, dus ik heb een video gevonden op YouTube voor een Easy Mod for the Strive. En het is een best wel makkelijke mod. Het is gewoon puur een mod waardoor je gewoon eigenlijk elk moment gewoon eigenlijk je blaster kan afvuren. Dat je de trigger de hele tijd kan schieten zoals je hier al ziet. Je kan er gewoon de hele tijd op inklikken. Ik kan gewoon elk moment dit doen. Oh ja, de access door zit open natuurlijk. Ga dicht. Ga dicht. Kijk, dan kan je. Ik kan gewoon zonder clip of darts erin kan ik hem gewoon kan ik gewoon schieten. En ja, het is een hele makkelijke mat. En ik ga hem eigenlijk aan jullie nu een beetje laten showen. Wat je eerst doet is dus gewoon eigenlijk dit de andere kant helemaal eraf schroeven. Maakt niet uit wat voor schroef je gebruikt. Je hebt deze. En dit zijn eigenlijk een beetje de dingetjes dat je overhoudt. Dat je gewoon eigenlijk weg kan doen, weg kan leggen. Voor als je misschien een keertje de Strive op zijn oude versie wilt hebben. Ik ga dat waarschijnlijk nooit doen, maar ik hou wel gewoon de stukjes. Wat je doet is gewoon eigenlijk niks met de voorkant te maken. Als je hem open hebt, dan kijk je meteen hier zo naar. Daar zit dit dingetje. Deze. Daar zit ook deze vering aan. Deze kleine mini veringetje. En sorry voor een beetje dat rommel. Maar ik moet wel een beetje alles natuurlijk gemakkelijk kunnen doen. Dus ja, dit ding zit hier zo dan. En die zit hier zo dan gewoon een beetje hier te liggen. Die ligt daar gewoon dan, weet je. Die hou je er gewoon makkelijk uit. En die hou je er gewoon weg. Meer doe je er niet mee. Wat je dan doet, is je schroeft deze schroef los. Je schroeft deze schroef los. Haal je hem ervan af. En dan, ik zal het wel even doen. Zo. Oké. Als je vrij simpel doet, je haalt hem er zo af. En je rolt hem gewoon daar. Maakt niet uit eigenlijk waar je hem naartoe draait. Maar het maakt niet heel veel uit dus. Wat je daarna doet is de trigger, deze schroef, haal je er ook uit. Niet wat ik wou doen, maar oké. Ja, goed, kom op. Ja, zo. Hou de schroeven wel een beetje apart. Dus dan haal je de trigger eruit eigenlijk. En die liggen gewoon even daar zo bij. En dan houd je die ook apart. Dan heb je dit dingetje. En dan ga je ook de schroefjes van afdraaien. Wow. Daar gaat mijn schroevendraaiertje. Los. Oké, je schroeft ze gewoon beide los. Het is niet heel lastig. Je schroeft hem gewoon even los. En die leg je apart. En inderdaad, dan moet je de dikte er ook wel halen. En zoals je hier ziet, heb ik hier wat duct tape zitten. Dat duct tape, dat plak je daar op. Je doet zo'n twee stukjes duct tape of zo. Pak je erbij en dat leg je erop. Wat je hebt eigenlijk is dit dingetje. Dit is een heel klein dingetje. Dat zit hier zo bij, dat zwarte gaatje. Dit oranje ding wat hieronder zit, dat hou je er ook af. Om dit dingetje eruit te kunnen halen. Dan haal je dit dingetje eruit, die leg je gewoon weg. En dan leg je dat paneeltje hier gewoon weer terug. Dan duw je hem naar voren. En dan doe je dat dingetje erop. Maar hou dat ding wel naar voren. Anders kan die niet motorizen, dan kan die niet dit doen. Dus ja, want er zit zo'n zwarte paneeltje, gewoon zoiets. Dit kleine dingetje eigenlijk, dat zit hier ook. En dat dingetje moet wel ingedrukt zijn, zodat je ze eigenlijk altijd kan motorizen. Dus ja, dat heb je dan gewoon weer gedaan. En dan doe je gewoon dit dekseltje er gewoon weer op. Oh ja, zorg niet dat je, zorg wel voor dat je deze dingetjes, de schroef, waar de schroeven in moeten, niet dicht maakt. Dus ja, dat wil je niet hebben, kan ik je zeggen. Dus ja, dan heb je dat weer. En dan ga je gewoon weer schroeven. En dan moet ik weer de hele tijd hebben hoor. Schroefjes moeten bij mij de hele tijd weer. Ik zet jullie even neer. Hier zo. Haal ik hem er even uit. Oké.
ik schroef ook meteen even alles gemakkelijk dicht. Want ik heb geen zin nog meer te doen. Met dat leren schroefje. Oké, zo. Oké, dan heb je dat dus gedaan. Goed, wat je dan nu doet is, je hebt dat dingetje dus dan dicht gemaakt. Dan ga je over naar dit gedoe. Dan doe je eigenlijk deze schroef losdraaien. Dan zit daar een dingetje, dat is dit ding. Dat haal je eruit. Leg je de trigger weer terug. Zorg dat hij wel voor dat zwarte paneeltje komt. En dan doe je deze er gewoon weer op. En dan zit hij gewoon vast en dat is dan alleen maar mooi. En dan wat je gewoon dan doet is, vrij simpel, je legt de trigger gewoon weer terug en je schroeft hem gewoon weer aan. Zo. Oké, zorg dat je hem niet al te strak aanduwt, maar gewoon een beetje normaal. En dan doe je deze dingen, dit ding ook weer terug. Gewoon op de manier zoals die hoort. Zo. En dan schroef je die ook gewoon weer dicht. Volgens mij heb ik de verkeerde schroef. Zo voelt het wel. Even kijken. Nee, ik denk het niet. Goed, wat er nu ook gebeurt is dus... je hoeft voor de rest niks te doen meer. Je bent eigenlijk klaar met je mat. Wat je kan doen dus, is nu ook gewoon zonder dit ding aan te raken, kan je motorizen. Wat op zich wel chill kan zijn. Je duwt hem gewoon aan... Tot zover een beetje. En dan gaat hij aan. En dan als je gewoon verder drukt, dan kan je gewoon schieten. En dat is hartstikke gaaf natuurlijk om te hebben. Dus ja, dat is eigenlijk mijn modification. En voor de rest is schieten gewoon hetzelfde en zo. De clip die gaat er ook nu makkelijker uit, doordat je dit dingetje eruit hebt gehaald. En dat is dus eigenlijk de easy mod voor de Strive. Ik hoop dat jullie het iets aan hebben, zodat jij je Strive ook een beetje een soort van modifier. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Like hem dan even en abonneer voor mijn account op meer mods. Misschien meer mods, ik weet niet zeker. Meer unboxing reviews en natuurlijk combo's. En dan zie ik jullie gewoon weer in de volgende video. Leuk boy. Leuk boy.